Weet jij nog dat we al 3 jaar geleden kieks in gaan eten met ons vrouwen in restaurant De Meulen? Weet de Meulen? Ja, ik weet dat nog. Ja. Wat heb ik toen gezegd? Dat van die moslims. Van die moslims. Dat weet ik nog. Toen heb ik gezegd, het werd tijd dat er vanuit onze gemeenschap een dialoog werd aangegaan met de moslims. En ik ben persoonlijk bereid om daartoe de eerste stap te zetten. Weet jij wat ik toen gedoogd heb, Patrick? Wat heb jij toen gedoogd? Ik heb gedoogd, die Patrick, dat is eigenlijk mijn broer. Ja. Ik zou ook gerust samen met onze Patrick die eerste stap willen zetten naar de moslims toe. Ja, maar Johan, waarom heb jij dat dan niet gezegd? Ik heb je al die jaren rondgelopen in het gedacht dat ik dat in mijn eentje zou moeten doen, die eerste stap zetten. Ja, Patrick, maar misschien is dat ook wel een slecht idee. Dat is, ik ben een moslim. Ik ben een moslim. En ik wil een dialoog aangaan. Ja, ja. Hoe dat ik dat dan ga doen? Ja, kom op mij af. Ik ga mij dat eens laten zien. Ja, bezoek. Ja. Goedenavond. Goedenavond, of goedenavond samen, als er aan de meer zijn, maar je weet nooit hoeveel volk op afkomt. Op de moslimfeestdag. Op de verlofdag. Ja. Ik ben dus de Patrick. Ja, dag Patrick. Ik kom namens heel de streek een dialoog aangaan met alle gemeenschap. Merci. Samen met mijn broer, de Johan. Ik ben wel de Johan. Ja, dat is wel verwarrend. Dan gaan die niet goed weten wat eigenlijk hun aanspreekpunt is. En dan kom je tot verwarring. Begrijpelijk, volledig. En misverstand. En een omschakeling van situatie. Ja, en dan doe je met die drankbolletjes en zo. Dat kan ook allemaal in het honderd lopen. Misschien beter eerst die canvaskeuken afmaken. Hè? Ja. En dan daarna zien hoe dat gaat met die dialoog met de moslim. Nee, dat is goed. Want ik had de uitnodiging al geschreven. Maar een chance dat ik die nog niet op de bus heb gedaan. Ja, geen probleem. Okay, nee, maar dat is Patrick. Ja, zeg toch, ja.